vandaag dinsdag 11 augustus en het is 11:30. Gisteren in Efteling was het super leuk en vandaar heb ik ook die pet gekregen. En het is misschien raar dat ik binnen een pet of ja, een hoed of wat dan ook draag. Maar ik vind het gewoon leuk en ik vind het best wel leuk staan eigenlijk. Ik vind het wel grappig. En mijn haar zit niet echt hoe het wil en met die pet valt het best wel mee. Dus deze laat ik op. Als het je stoort, sorry. Maar ja, de hele vlog zal je er tegenaan moeten kijken. Ik ga nu de vlog van de Efteling bewerken, want ik denk dat er heel veel tijd in gaat zitten. Want ik moet tekst inspreken, muziek bij dingetjes zetten, waarschijnlijk ook dingen versnellen, uitknippen. Alles in de juiste volgorde zetten, nummeren, uitzoeken hoe en wat, waar alles moet. En misschien kan ik daar wel een stukje van laten zien, want daar vragen jullie soms wel naar. En jullie ook eens dat ik een video maak hoe dat ik mijn video's bewerk. Dat zou ik wel eens willen doen, maar het is best wel moeilijk om dat echt te filmen, zeg maar. En echt stap voor stap uit te leggen hoe ik alles doe. Want dat verschilt echt van video tot video. Want vlogs bewerk ik heel anders dan mijn gewone video's. Dus ik kan kijken wat ik er precies mee kan doen. Maar nu in deze vlog zal ik jullie gewoon een beetje laten zien hoe dat ik dingetjes edit. Zo, alle delen zijn genummerd. Het leek net misschien heel snel gaan, maar ik heb niet alles laten zien. En dit is dus mijn systeem. Ik nummer eerst alle deeltjes. Dan is het gewoon makkelijk in welke volgorde het staat. En waar iets moet uitgeknipt worden of waar ik in ieder geval iets aan moet bewerken, schrijf ik dan bijvoorbeeld bij 2 bewerken, 3 bewerken, 12 bewerken. Dat verschilt dus. En dan kan ik zo zien in Movie Maker welke dingetjes ik moet editen. En ja, dat ga ik nu dus doen. En dan kan ik de video opslaan en daarna uploaden. Zo, de video is volledig bewerkt en hij is nu klaar. Als deze video is opgeslagen, kan ik hem dan uploaden en dan staat hij online. Ik heb hem net al nagekeken, want dat moet ik ook altijd doen, zien of er geen fouten in staan. Hij duurt 7 minuten en hier zie je dus alle deeltjes aan elkaar staan. En ja, in bewerken zit best wel veel tijd. Ik denk dat iedereen die YouTuber is of iets van filmpjes of iets met filming bezig is, weet al dat daar veel tijd in zit. Maar ik doe het gewoon met alle plezier en ik vind het ook leuk om te doen en te experimenteren met videomateriaal en dan andere dingetjes uit te proberen met overgang of wat weet ik. En ja, dan ga ik hem uploaden en dan kan die online. En ja, ik ben verder niet heel veel aan het doen. Het is meer een uitrustdag van gisteren naar het pretpark te gaan. Maar morgen ga ik naar mijn vriendin Annemie. En ja, dat wordt gewoon leuk. Dus ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is ondertussen al 5:40 en ik heb alleen maar Subway Surfer gespeeld. Want er is een limited edition figuurtje, zeg maar. En binnen één dag, ja, je hebt nog één dag de tijd om die te kunnen kopen. En je moet er x aantal munten voor hebben. En ik moet nog 20.000 munten. Dan kan ik hem ja, kopen, zeg maar. En dan heb ik hem. Dus eigenlijk heb ik dit de hele dag gedaan. En daarom dat ik dat ook niet gevlogd heb. Maar ik heb een verrassing voor iemand. Het heeft te maken met Instagram. En ik hoop dat je deze vlog aan het kijken bent. Allebei. Zowel de grote zus als het kleine zusje. En ik zal het nu laten zien. Ik was net even op mijn What a Beauty Instagram account. Volg je me daar nog niet, moet je zeker eventjes doen. Dan kan je ja, me in de gaten houden wat ik zo al post op social media. En ik was dus bij dit aan het kijken. En hier krijg ik dan ja, fanberichtjes van jullie. Super lief en heel leuk om te lezen. En ik had hier eentje van Danielle Tessa. Sorry als ik het fout zeg. Dus Tessa Daniels. En dit is een foto van haar kleine zusje Romy. En ze had me een hele lieve lange tekst gestuurd. En ze wou vragen of ik Romy in mijn vlog kon vernoemen. En ja, zij is nu hier naar mijn YouTube kanaal aan het kijken. Dat is wat Tessa hier vertelt. En super lief. Romy, dit is dus een verrassing van je grote zus Tessa dat ik jou in mijn vlog zou vernoemen. Dus bij deze heb ik dit gedaan. En ook hij, het Zelda, had ook gevraagd om of ik haar naam wil noemen. En ik krijg zo vaak ja, de berichten van jullie of ik iemands naam wil noemen in een vlog. En ik kan dat, als ik dat voor één persoon doe, dan moet ik dat voor iedereen gaan doen. Maar nu ik die lieve lange tekst zag en dan dat van Zelda, vond ik dan zo jammer om dat niet te doen. Dus hey, het Zelda, bij deze vernoem ik ook jouw naam in mijn vlog. Hier is je Instagram account, volg haar ook eventjes. En ja, dat wou ik dus eventjes zeggen. En volg je me nog niet op mijn persoonlijke account, volg die dan ook eventjes. Anouk
laagstreepje folders. En ja, daar post ik gewoon persoonlijke foto's op. Dus wil je me daar ook volgen, kan je doen. En dat wil ik gewoon even zeggen, want dat vond ik wel leuk om eventjes mee te delen in deze vlog. Ik ga me nu douchen en dan zie ik jullie straks. Het is 7 uur en ik heb net gedoucht. Ik heb mijn haar niet gewassen om twee redenen. 1, ik had geen zin. En 2, nu ik ze heb uitgeborsteld, zie ik dat ze eigenlijk helemaal niet vet zijn. Of toch niet vet genoeg om ze te wassen. Dat klinkt nu heel vies als je dit zo hoort. Maar morgen ga ik toch naar mijn vriendin Annemie. En als het warm wordt, gaan we zwemmen. Dus dan moet ik ze toch sowieso wassen, omdat er klorend water zit. Ik ben nu op Netflix een goede serie aan het uitzoeken. En ik heb er één gevonden. En heel Beautyland, of heel al mijn YouTube-volgers, of ja, waar ik op geabonneerd ben, kijkt die serie. En ik denk, ja, ik was waarschijnlijk de enige YouTuber die die serie nog niet kijkt. Vooral van de meisjes dan. Ik denk niet dat daar jongens naar kijken, ik weet het eigenlijk niet. En ja, wie kan het nou raden? Ik zal het nu even laten zien. Ik ga Pretty Little Liars kijken. Iedereen zegt dat het een heel verslavende serie is, dus ik ben benieuwd. Ik ga het dus nu kijken. Het zijn 6 seizoenen, dus ja. Ik ga dus nu beginnen en ik ben heel benieuwd. Het is 8 uur en ik heb ondertussen aflevering 1 van Pretty Little Liars gekeken. En ik ben nu al helemaal verzot op de serie. Ik raad het iedereen aan, ook de meisjes die twijfelen om het te kijken of het eigenlijk liever niet willen zien. Kijk, het is zo verslavend. Ik heb nu gewoon zin om verder te kijken, maar ik ga nu tv kijken. We gaan samen een film kijken. Dus ik kijk morgen of ik weet nog niet wanneer gewoon verder. Ik ga bij deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem vandaag leuk vonden. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!